jongens en meisjes, jullie hebben 2 dagen lang heel hard gestreden voor de prijzen. Maar ik denk, als ik nu kijk nog naar buiten, dan hebben we ook 2 dagen lang heel hard gestreden tegen het weer. Het heeft ons niet meegezeten de afgelopen dagen. Gelukkig is de organisatie in staat geweest om snel te schakelen. En ik moet ook even zeggen, we hebben veel steun gehad van onze buurtjes. Hier vlakbij, de SVP, waar we de hal hebben kunnen gebruiken, we hebben hier de hal gebruikt. En dat is toch heel prettig om dat heel snel te kunnen doen. Sponsors, sponsors zijn er, hebben jullie gezien, overal hangen. Dat ga ik niet uitgebreid noemen. Maar hebben een hele belangrijke rol gespeeld om het allemaal betaalbaar en aantrekkelijk te houden. De activiteiten zijn ook weer geslaagd. Dus we kunnen ondanks het slechte weer terugkijken op een geslaagd eerste deel. En dit is nog het eerste deel van 2 weekenden. Zo meteen een heel hard applaus met heel veel gejuich voor de organisatie van dit toernooi die in deze hoek hier zitten. Dankjewel. En ook namens het bestuur bedankt jongens. Het was geen makkie deze keer, absoluut niet. Maar het is wel de 15e keer, dames en heren. Ik ga beginnen met de prijsuitreiking. En dan begin ik met de E-juniorenlaag. En er is de winnaar bij de E-juniorenlaag is geworden PBCB Berkel. Kom maar naar voren jongens. Vandaag in het toernooi, heb ik goed gedaan? De eerste? Overal winnaar van het toernooi. En daar hoort iets een bijzondere vermelding bij. Er staat met Spartaal 20 uit Rotterdam. Die hebben voor de 5e keer het toernooi gewonnen. En dat betekent dat ze de beker mogen houden. Spartaal, kom maar naar voren. En dat is ook geworden voor vereniging Sparta 20 uit Rotterdam.
gisteravond gewoon.